Ik zelf aan moest denken van echt, een Nederlands, echt Nederlands product zijn klompen. Die worden uiteraard hier al eeuwenlang gemaakt. In het Klompenmuseum op de Zaanse Schans vind je nog steeds alles over dit ambacht. Maar wellicht is dit straks ook de enige plek waar je het oude ambacht nog kunt bewonderen. Want Nederland dreigt zijn laatste klompenmakers te verliezen. Simone Gideonzen, verslaggever bij Omroep Zeeland, maakte de documentaire Houtgreep. Over de allerlaatste klompenmakers van Zeeland. Er zullen, zo uh, ik het even nu zien. zie, acht klompen in zitten. Ik, ik ben nog niemand tegengekomen die al zei van ja, het, het, het is jammer. Of ik vind terecht dat dat stopt van al die oude zooi en noem maar op. Niemand. Als er nog honderd uh, klompenmakers in Nederland waren zou ik zeggen... jongen, die deur op slot, verkoop die zooi en dan is het klaar. Vorige week is er nog een uh, collega gestopt. Ik denk dat er nu nog een stuk of vier, vijf zijn, maar dan is het ook echt op. Ja, we hoorden net uh, Jaap Kramer. Uh, je hebt uh, een jaar lang meegelopen met hem en zijn vrouw, Joke. Wat is hun verhaal? Ja, zij hebben al heel lang een klompenmakerij in Zeeland, in Heikzand. En uh, zij lopen allebei tegen hun pensioen. Zijn eind zestig. Mm -hmm. Willen graag een opvolger vinden. Maar ja, zie die maar eens te vinden. Want ja, wie gaat er nou nog klompen maken... in een tijd waarop eigenlijk iedereen gewoon op sneakers loopt... of op uh, leren schoenen... Ja, ik ken niet heel veel mensen die op klompen lopen. Ik weet niet of jullie uh, mensen kennen die nog uh, dagelijks nee, op de ja, klomp lopen. Nee, ja, niets eigenlijk. Maar het nee. schijnt heel gezond voor je voeten te zijn. Hè? Ja, het is echt. Uh, volgens de klompmakers is volgens Jaap en Joke is het echt een <laughs> en is het ook bijvoorbeeld goed voor kindervoeten, want je voeten moeten heel recht lopen. Je kunt eigenlijk geen kant op. Dus ja, uh, om een goede houding te krijgen moet je eigenlijk gewoon op maar klompen gaan lopen. Maar je krijgt geen platvoeten van dan. Uh, nou ja, dat, dat sluit ik niet uit. Maar uh, goed, er zit gewoon een voetbed in, in die ja. klomp. Uh, dus um, uh, nou ja, het is goed voor je voeten. Maar goed, um, dat ziet niet iedereen in. En nee. je moet er ook echt wel even aan wennen... voordat je er echt goed op kunt gaan lopen. Ja, het, het blijft natuurlijk een groot probleem hè? bij uh, oude ambachten... is dat uh, niemand het meer wil doen. Ja. Ja, en klompen maken nu dus echt te verdwijnen. Maar hoe erg is dat dan? Ja, met name ook voor de economie bijvoorbeeld. Ja, nou ja, um, dan moet ik eigenlijk vragen, wat denken jullie dat die klomp kost? Ja, dan kijk hier naar de nee, econoom naast mij. Als ik heb voorinformaties, ja. niet eerlijk. Ja, ja, een paar tientjes ook, denk ik. Ja, ja, nou ja Er zit wekenwerk in. Er zit heel veel handwerk mm. in ook. Want het wordt ook met de hand ge, geschilderd. En hij kost ja, uh, zo'n 32 euro, misschien mm. iets meer, misschien iets minder. Um, ja, en dat levert gewoon niet zoveel op, zeker in een tijd waarin niet veel mensen op die klomp lopen. Dus uh, ja, het is lastig om, uh, om echt. Economisch hier, uh, hier toekomst in te zien. Mm -hmm. uh, omdat het gewoon geen populair. Product is. Maar ja, stel een bekende influencer gaat erop lopen, dan zou dat natuurlijk wel weer kunnen veranderen. En het is ook immaterieel erfgoed in Nederland. Dus je zou ook kunnen zeggen, uh, we moeten strijden voor die klomp. We ja. moeten daar wat aan doen. We moeten hem behouden. Want ja, de laatste klompenmakers, die, uh, die, die, die willen dat. Maar dat zijn dus ook echt de laatste. Ja, uh, Arne Kisman, is er wat te doen om he, de, dit ambacht te redden? Nou ja, dit is een heel lastig verhaal natuurlijk. Als je als ambacht wil je eigenlijk uh, een onderscheidend product hebben... Mm -hmm. waar je geld voor kan vragen wat het product recht op heeft. En we hadden het net hiervoor al even of eigenlijk wordt er voor een klomp een veel te weinig uh, geld gevraagd... Mm -hmm. hè, voor de hoeveelheid tijd die zij erin stoppen... Uh, en de energie en de kosten, kan het eigenlijk al gewoon niet uit. Ja, het is enorm lastig om hier nog iets, iets aan te gaan doen. Het mooiste zou zijn als we die prijs van die klompen mogelijk kunnen krijgen. Ja, maar is dat dat dan niet? Ik bedoel, dat maakt het toch uniek en dan maakt het misschien dan toch wel meer gewild? Ja, dus je zou denken, waar, waar, hoe kan het zijn dat die klompen zo goedkoop zijn? Als je hoort ja. hoeveel energie en tijd daarin zit, hoe kan het dan dat het, nou ja, voor het was 30, 40 euro, uh, eigenlijk is dat gewoon veel te weinig als ja. je dat uh, om zou rekenen. Simone, is het tijd nog te keren? Ja, dat is de vraag. Ja, um, ik sprak net al, ook al even hier met, uh, met mijn buurman Henry. En die zei van: uh, uh, ja, bij, bij boeren en bij jongeren worden die klompen echt nog wel gebruikt. Mm -hmm. um, uh, ja, toch wel ook op het platteland. En dat zie je ook in Zeeland, waar ik dan uh, werk en woon. Um, ja, ook jongeren lopen er nog wel op. maar... Dat is gewoon niet het grootste deel van, van Nederland. Dus ja, um, het, is, het is een lastig, uh, lastig vraagstuk of er nou echt, ja, echt toekomst zit in Nederland. Ja, maar als het aan, aan, aan Jaap en Joken ligt, die ja. zullen zeggen: absoluut. Ja, maar wat zeggen zij dan? wat ze, Want zij, zij luisteren, zij nog een... hè? Ja, ze ja. zitten op dit moment oh. te luisteren ook. Oh, okay. ja, dus uh, <laughs> uh, dus ik, ik hoop dat zij, uh, zij dat uh, nu ook uh, beamen. Um, ja, ik, zij vinden dus wel dat dat er toekomst in zit, omdat het dus toch ook Nederlands erfgoed is uh, en omdat het ja ook een duurzaam product is. Want je doet er heel lang mee, mm -hmm. het is een natuurproduct, um, het is ambachtelijk gemaakt, dus uh, als je dat inziet uh, en er is iemand die weer energie heeft om uh, met die klompenmakerij uh, verder te gaan. Dan zien zij daar wel toekomst in. Ja, is het ook een beetje een imagoprobleem? Misschien? Ja, misschien wel. Ja. Want ja, klompen denk je misschien toch aan, uh, aan oude Hollandse boertjes. Mm -hmm. um, en niet aan een hip. Uh, hip Product, maar goed, um, we hadden het er net ook al even over. Je hebt mm. natuurlijk ook de, de plastic uh, crocs die wel populair zijn, uh, gebaseerd eigenlijk gewoon op de ouderwetse yeah. klomp. Um, dus ja, misschien moeten we ook weer gewoon terug naar die ouderwetse ja. klomp. Want hoeveel klompenmakers heb je nog in Nederland? Ja, dat zijn er. Hij zei het net al uh, op het, uh, het fragmentje: dat zijn er een stuk of vijf, misschien iets meer, misschien iets minder. Um, maar dat zijn ook veel al uh, ja, oudere, oudere mensen mm -hmm. die dat nog. Van oudsher doen, uh, maar ja, jonge aanwas is er eigenlijk niet, dus straks hebben we gewoon helemaal geen klompenmakers meer. Die kans zit er zeker in, absoluut. Ja, ja. Um, dat kleeft ook wel een beetje aan het ambacht. Hè? Het werken met handen, dat is gewoon, gewoon niet meer zo populair, eh, Arend Kisterman. In de politiek en de samenleving wordt er ook geroepen dat er meer mensen nodig zijn die goed met hun handen eh, kunnen werken. Kortom, eh, meer ambachtslieden. Moet er niet wat er gedaan worden hieraan? Moet, eh, bijvoorbeeld het imago-probleem van het mbo, moet daar niet aangepakt worden, volgens u? Nou, de eerste de laatste jaren al echt wel begonnen om het, eh, het imago weer te verbeteren. Dus het is niet erg als je met je handen gaat werken, mm. als je eh, lassen wordt of je gaat iets technisch doen, dat dat weer mag. Maar het heeft echt wel uh, tijd nodig voordat dat besef weer komt. Ook bij veel ouders die echt nog wel eraan moeten wennen. God, het is niet erg als mijn kind naar het mbo gaat in plaats van het hbo. Mm -hmm. Dat mag. En dat heeft echt wel veel, veel tijd nog nodig voordat het zover is. Ja. Ja. Maar iets concreets. Wat, wat, wat zegt u van nou, wat, dit, dit is het eerste wat we moeten aanpakken? Nou ja, volgens mij gebeurt het al wel veel meer vanuit de politiek die al veel positiever praat over uh, praktijk mm -hmm. uh, leren, praktijkonderwijs, mbo. Daar ligt de eerste stap al. Ik denk dat het heel goed is. En um, de lonen stijgen dus ook weer. En het verdient ook steeds beter als je met je handen werkt. Mm -hmm. Daar zijn een hele goede stap al gezet. Het wordt ja, ook ja. gezegd: de nieuwe rijken, de mbo'ers, de vaklui. Dat, dat wordt wel gezegd. En de, de CO's laten ook wel zien dat het zo is. Ja. Ja. Ja, ja, maar voor Jaap in uh, Joe komt komt kom dat ja, mogelijk te laat. Ja, ja, waarschijnlijk wel. Want ze kunnen gewoon op dit moment geen opvolger vinden. En de klompenmakerij staat te koop. Dus ja, hoe lang gaan ze dit nog volhouden? Ja, dat is de vraag. Uh, Jaap kwakkelt met zijn gezondheid. Joke heeft een ongeluk gehad, ja. uh, maar ze moeten door. Want ja, hun pensioen zit gewoon in die klompenmakerij. Dus uh, ze zitten eigenlijk een beetje uh, vast. En um, ze kunnen niet meer, maar ze moeten. Uh, dus ja, uh, ze zitten vast aan de, klom aan de klomp. En daarom heette de documentaire ook Houtgreep, ja. uh, met de T. Uh, want ze zitten letterlijk in die houtgreep, ja. ja. En uh, waar kunnen we de documentaire zien? Nou, dat duurt nog even. Hij is al in première gegaan in, uh, bij Film by the Sea, Filmfestival in mm -hmm. Vlissingen. Uh, dat was in september. En in december is hij bij Omroep Zeeland te zien in de Zeeuwse documentaireweek. laatste week van Kijk. december. En dan is het de uh, openingsfilm. Nou, uh, nu hoorde net zijn naam Henry al vallen. Bij ons is Henry. Uh,